Hallo allemaal en welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je deze bijtering kunt maken. Speciaal voor baby's en van een ongevaarlijke wol natuurlijk gemaakt. Hoe je hem kunt maken ga ik je nu natuurlijk laten zien. Ik heb deze naald hier gebruikt. Dat is een 3,5. En dit is de wol die ik gebruikt heb. Dat is ook echt speciaal gemaakt, zodat die goed is voor baby's, huidvriendelijk. Er zitten geen schadelijke stoffen in. Dus daar kan gewoon mee gespeeld en geknuffeld worden. Hier heb ik dan deze oogjes. Die bevestig ik echt ontzettend stevig met deze achterkantjes, zodat ze er niet af kunnen vallen als het kindje ermee speelt. Ik heb verschillende kleuren. Dat komt straks nog wel welke kleur ik neem. Bij deze is het dan zwart. Ik begin hier met, het handvat. Klinkt zo raar. En daarvoor tel ik deze niet mee. Ik haak 45 lossen vanaf dit punt met mijn draad zo dubbel. Dat zijn er 45. Nu neem ik er 1 extra voor het keren. Dan steek ik hier in de eerste in. Daar haak ik een vaste. En dat doe ik nu in iedere steek. Dus helemaal tot aan het einde terug komt in iedere steek een vaste. Let er daarbij op dat deze draad zo niet verdraait. Zo, ik ben bij het einde aangekomen. Ik neem weer een losse. Dan draai ik dit om. En dan ga ik weer helemaal terug in vaste. Dit doe ik tot ik 15 rijen heb, dus zo heen en weer. En dan gaan we weer verder met de volgende stap. Zo hoort het er dan uit te zien na 15 rijen. Het rolt al een beetje op en dat komt prima uit, want dat is ook de bedoeling. Ik ga hem namelijk zo in elkaar rollen. Dat doe ik behoorlijk strak. Zo strak als ik dat kan in ieder geval. Dan zet ik hem hier eventjes vast. En zo zet ik hem natuurlijk helemaal even vast. Want je schiet er niet mee op als dit zo losrolt. Ik let er zo op dat dit in dezelfde lijn zo op elkaar aansluit. Dus dat die niet verschiet. Zo, ik heb even wat paperclips gebruikt. Misschien niet de mooiste oplossing, maar het werkt prima. Dus ik heb deze lijn zo steeds gevolgd, zoals je kunt zien. En het enige wat er nu nog moet gebeuren, voor dit stuk in ieder geval, is dat ik deze twee rijen aan elkaar vastzet. Dan krijg je een hele stevige handgreep voor de bijtering. Dus ik pak een haaknaald erbij. Ik steek door allebei de kanten in de eerste steek. En dan haal ik de draad zo hier er doorheen. En dan door die lus. Dan steek ik hem hierin. En dit doe ik natuurlijk de hele rij langs, steek voor steek. Ik ben nu aan het andere einde. En zo ziet het er nu uit. Ik heb de draad alvast eventjes losgeknipt. Dus een naald kan weg. Dit kan zo eruit getrokken worden.
Dan heb ik deze naald nog eventjes. En nu maak ik de uiteindes aan elkaar vast. Dus ik leg dit zo rond. De uiteindes komen op elkaar. En die moeten goed stevig strak op elkaar gemaakt worden. Dat wat hier overblijft, dat kan straks gewoon weggewerkt worden. Wat korter geknipt, maar dat is voor later zorg. Zo, dit is helemaal rond nu. Ik heb ook gelijk eventjes de draadjes weggewerkt om dat overzichtelijker te maken. En nu moet er nog een kopje opkomen natuurlijk. En een staartje kun je er ook nog bij maken. Voor het kopje neem ik weer zo de draad dubbel. Zo, die lus. En nu haak ik 6 lossen. En dan steek ik in de eerste die ik gehaakt heb in. Daar haal ik de draad doorheen. En dan heb ik zo dit cirkeltje. 6 steken heb ik hier en ik ga in iedere steek 2 vaste haken. Dus ik kom straks op 12, het dubbele van 6, uit. Dit zijn er dus 12. En ik knoop dit eventjes hier zo ertussen om aan te geven waar mijn ronde begint en waar die dus ook moet eindigen. En nu ga ik in iedere tweede steek verdubbelen. Dus in de eerste doe ik maar 1 vaste en in de tweede steek 2. In de derde komt er dan weer 1 en in de vierde 2. Zo, dan ben ik rond. Dan kan dit stukje zo weg. Ik heb 18 steken. Nu bevestig ik hem hier weer eventjes opnieuw. Nu ga ik in elke derde verdubbelen. Dus hier in de derde komen er dan 2. ...24 steken hebben we nu staan. Dan ga ik even de markering op de juiste plek weer zetten. Nu ga ik in iedere vierde verdubbelen. Nu in iedere vijfde. En dan in iedere zesde. Dus nu heb ik 42 vaste. En van dit punt doe ik 2 rijen op 42 vaste steken. Dus in iedere steek komt 1 vaste. Als die 2 rijen klaar zijn, dan kunnen we al beginnen met minderen. En dat doen we in iedere zesde. We doen nu het tegenovergestelde van wat we gedaan hebben toen we aan het verdubbelen waren. Door de zevende heb ik ook mijn naald gedaan.
Die worden dan samengenomen om te minderen. Zo, dan ben ik weer bij de zesde. En die gaat tegelijkertijd met de zevende gedaan worden. Daar komt 1 vast in. Nu ga ik in elke vijfde minderen. Dan in elke vierde. In elke derde minderen. En als dat klaar is, hebben we nog 18 vaste hier staan. Ik neem nu even pauze wat het minder betreft. De naald kan eventjes opzij. En ik kan nu het gezichtje gaan maken. Dus oogjes, oren, een neusje. Het kan ook gelijk alvast gevuld worden. En dat gaat nu allemaal wat makkelijker dan wanneer het al helemaal gevuld is en je dan nog een gezicht erop moet doen. Dus ik heb het gezichtje gelijk erop vastgemaakt. De oogjes zitten erop. Ik heb de oortjes bevestigd en het neusje. En nu kan ik hem al gaan vullen. Dan heb ik deze watten hiervoor. Even kijken hoor, want ik heb deze draad nog wel nodig. Zo, ik stop hem behoorlijk vol. Dat hoeft natuurlijk niet per se. Maar ik vind het mooiste als hij wat steviger is, wat ronder. Dus deze gaat behoorlijk vol. Ik kan nu weer verder gaan met minderen. We hebben nu 18 vaste staan. Even mijn markeringsdraadje er weer bij. En nu ga ik in iedere tweede steek minderen. Zo, ik heb hem helemaal afgerond. Dus ik ben geëindigd met 6 vaste, heb dat zak aangetrokken. Dan kan ik die draad afknippen. Even loshalen. En dan is het kopje klaar. Hij moet nog wel eventjes bevestigd worden aan de ring natuurlijk. Daarvoor heb ik deze naald hier. Dan komt de ring erbij. En ik zet hem precies hier zo op deze naad vast, zodat die naad ook niet meer zo heel erg opvalt. Zie je? Dan valt dat niet meer op. Dus daar wordt dit aan elkaar vastgemaakt. Ik steek hier in het midden in als dat mee wil werken. Zo, dat gaat. Dan trek ik hem stevig aan. Ik hou hem nog wel even op zijn plek natuurlijk. En dan zet ik hem steviger vast. Dan ziet hij er zo uit. In principe is hij al klaar. Maar ik heb er nog een staartje hierbij gemaakt. Die vond ik ook wel heel schattig om nog eventjes bij te doen. Ook die heb ik gevuld. En die bevestig ik aan de ring op dezelfde manier als dat ik net het kopje heb vastgezet. Dus die komt hier zo. En dan laat je het eindresultaat zien. Zo, nu zijn we helemaal klaar.
Het staartje zit eraan vast, de kop zit stevig. Zo ziet de achterkant eruit. Ik vind hem zo echt super schattig. En dat is in principe alles wat je hoeft te doen om zelf een bijting te maken. Ik hoop dat je deze video leuk hebt gevonden. Als het zo is, laat me dat weten door de video een duim omhoog te geven of een reactie achter te laten. Ik hoop ook dat je abonneert op dit kanaal. En als je dat doet, klik dan gelijk even op dat klokje naast de abonneren button. Dan krijg je een melding als we een nieuwe video online zetten. Ik hoop dat je dat doet. Dan zie ik je in de volgende video weer. Hopelijk tot dan. En dag!